Een jaar geleden was het heerlijk om belegger te zijn. Als we kijken naar 2020, dan had de AX een rendement van 3% en dat was ondanks de coronacrisis. Was je in het dieptepunt van de crisis begonnen, had je zelfs een rendement van meer dan 60% in 2020. En vooral ook groeiaandelen deden het erg goed. En hebben we het over groeiaandelen, dan denken we natuurlijk aan Arkinvest. En ook de koersen van de ETS van Arkinvest schoten in 2020 omhoog, omdat iedereen wilde profiteren. Maar hoe is het nu met Arkinvest, een jaar later? Wat is er gebeurd? Waarom is dat gebeurd? En kunnen we er iets van leren? Dat gaan we bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En in deze video gaan we dus kijken naar ARK Invest. Eigenlijk wat er is gebeurd in het laatste jaar. Want een jaar geleden was ongeveer het moment dat de koersen van de ETF's van ARK Invest op hun hoogtepunt stonden. En dat is ook het moment geweest dat ik mijn ETF's van ARK Invest heb gekocht. Dus... Als we het hebben over lekkere timing, dan is dat wel een voorbeeld. En die ETF's had ik gekocht via eToro. Dat is ook het portfolio dat we hier zien dat ik heb bij uh, eToro. Um, de reden dat ik het daar kocht, is dat dat eigenlijk de enige plek is waar je de uh, ETF's kon kopen. van, uh, van Arkinvest in Europa omdat um, ja, ze in Europa eigenlijk niet aangeboden worden. En Itoro had ze toch als CFD. Ik ben geen voorstander van CFD's. Maar op die manier kon ik wel investeren. Um, dit is eigenlijk een klein portfolio dat ik heb. De rest van mijn portfolio. Ik beleg vooral via de Giro. En een link uh, daarvan vind je trouwens onder deze video terug. Mocht je willen beginnen met beleggen. Maar dit is dus mijn portfolio bij Itoro. En de bovenste twee zijn posities die ik pas heb gekocht. Ik gebruik het portfolio nog af en toe. Om vooral op korte termijn wat te handelen, een beetje swingtraden te oefenen en zo. Maar we zien hier vooral onder ARCQ, ARCW, G, K en F, de vijf fondsen van ARK Invest. En allemaal staan ze zo'n beetje tussen de 27,5 en bijna 54% in de min sinds het moment dat ik ze dus kocht. En dat is dus geweest ongeveer het hoogtepunt in ja... Eind februari geloof ik van 2021, dat het was. En laten we even kort gaan kijken naar wat Ark Invest ook alweer is. Want Ark Invest is eigenlijk uh, het bedrijf van Cathy Wood, uh, dat beleggingsproducten aanbiedt, vooral hun ETF's natuurlijk. Uh, daardoor kunnen jij en ik ook eigenlijk beleggen in de producten die zij aanbieden. En in tegenstelling tot heel veel grote aanbieders, met uh, vaak ook breed gespreide ETF's, heeft Ark Invest juist heel gespecialiseerde ETF's, die eigenlijk ook allemaal gericht zijn op markten, op groeiaandelen die het vooral in de toekomst ja, heel veel van wordt verwacht in ieder geval door ARK Invest zelf ook. Kijken we op ark-fans.com, ik zal trouwens ook de links onder deze video plaatsen en dan kun je zelf hun ETF's bekijken. ARK is dus het meest brede uh, ETF die ze aanbieden, die omvat eigenlijk ook een beetje allemaal wat hier een beetje in zit en de andere vijf. ArcQ is dus vooral uh, ja, Autonomous Tech en Robotics. Je hebt er eentje speciaal voor uh, de volgende generatie van internet. Genomics, Fintech, uh, Space inmiddels ook. En dan hebben ze nog drie losse index ETF's. Die vooral richting het 3D printen kijkt. Richting Israël als investering. En sinds kort ook die juist uh, de 100 uh, meest transparante bedrijven ter wereld volgt. En ja, heel veel informatie kun je ook vinden over die deze ETF's. Als we ze gaan openen. Laten we bijvoorbeeld even deze pakken als voorbeeld. RK. Uh, op dit moment zo'n bijna 68 dollar maar al 20 dit jaar al in de min bijvoorbeeld. Maar kijken we naar hun website ark-invest.com, dat is juist uh, waarom Ark Invest natuurlijk ook uh, heel populair is geworden. Is dus aan de ene kant omdat ze natuurlijk heel erg goede rendementen hadden gehaald in de jaren daarvoor. Maar aan de andere kant juist omdat ze het onderzoek dat ze doen, dat ze dat juist ook delen. En ze kunt heel veel vinden op hun website. Heel veel artikelen, whitepapers. En vooral hun big ID's zijn populair. Ze hebben een podcast, ze hebben webinars, ze hebben video's. Dus vooral als uh, investeerder is het ook heel interessant om te zien van uh, welk onderzoek doen zij en hoe doen ze dat. Zoals gezegd, ze hebben heel veel losse blogartikelen die telkens ingaan op een klein onderwerp. Misschien iets van de actualiteit. Maar zoals je ook bovenaan in de website ziet staan, is hun big ID's. En dat maken ze elk jaar, maken ze een rapport. Dat kun je aanvragen. Het is volgens mij tussen de 150 en 200 pagina's groot. Um, als je je gegevens invult, dan ontvangen die PDF. En in die uh, big ID's van Arc zie je welke sectoren zij interessant vinden, waarom ze dat interessant vinden. En vooral ook de manier waarop ze eigenlijk het onderzoek openbaar maken dat zij doen. Maakt het heel erg interessant om dit bedrijf ook vooral te volgen. Of je nou producten van hen hebt of niet. Uh, ik denk dat iedere belegger die zelf ook ja, losse aandelen wil kopen, onderzoek wil doen, heel veel kan leren van de research die zij doen. En waarom was ARK Invest dan zo populair in 2020 en 2021 ook nog wel een beetje? Dat komt juist omdat natuurlijk ARK investeert in de toekomst. Zij investeren in markten die vooral in de toekomst nog groter worden. In groeiaandelen waar vooral de winst en ja, dus ook de omzet vooral in de toekomst ligt. En als er iets geprofiteerd heeft, dan waren het wel dit soort bedrijven, echte groeiaandelen. Want door het coronavirus was in één keer alles anders dan altijd het was. We werken niet meer op kantoor, we gingen juist thuis werken, dus een aandeel zoals Zoom bijvoorbeeld schoot omhoog, maar ik denk ook juist dat het zo goed ging met Ark Invest omdat er juist heel veel mensen begonnen met beleggen, mensen zoals jij en ik hadden in één keer tijd over, geld over, en we zagen ook dat de beurs al vrij snel herstelde van de coronacrisis in het begin, in maart ongeveer, en dachten natuurlijk van oh ik heb misschien nu ook wel geld over, ik heb ook wat tijd over... ik wil ook rendement maken, dus laat ik maar gaan beginnen met beleggen. Dit is misschien wel het moment, dat zie je vaker... dat in tijden van een crisis, als de beurs laag staat... dat de mensen in één keer denken van nu is het juiste moment om in te stappen. En dat niet alleen, uh, mensen willen dan niet beginnen... in een saaie, breed gespreide ETF voor de lange termijn. Nee, mensen lezen in het nieuws dat een aandeel in korte tijd verdubbelt... dat mensen heel veel geld verdienen en willen dan natuurlijk hetzelfde gaan doen. Dus ze gaan juist investeren in bedrijven... Zoals Nio of Tesla of Zoom, misschien wel, en dat waren natuurlijk juist ook de aandelen waar uh, Arkinvest juist of al geïnvesteerd in had. Of juist ook ja, de intenties hadden om ze te gaan kopen. En dus schoten hun rendementen nog verder omhoog. Omdat juist alle koersen flink omhoog schoten van die aandelen die zij al bezitten. En gaan we kijken naar bijvoorbeeld Arcade's. De brede ETF. Waar beetje zo'n. Ja, alle ETF's bij hun van samenkomen. Zeg maar. Dan zien we als we gaan kijken naar de rendementen. Bijvoorbeeld in 2017 een rendement van 87%. 3,6% in 2018 valt een beetje tegen maar ook het einde van het jaar heel de beurs had toen een beetje last. 35% in 2019 en in 2020 maar liefst 152% rendement. En we weten dat mensen dieren zijn en ja, als we kijken naar beleggers dan zijn het eigenlijk echt schapen. Ze kijken naar wat andere beleggers doen en we gaan dat vooral ook volgen, zeker ook met dit soort aankopen en ze gaan ook zeker kijken naar de rendementen uit het verleden. Wat had voorheen een heel goed rendement? Laten we dan ook vooral daarin gaan investeren. En zoals we zagen, 2020 een rendement van 152% in de RK-ETF. Dus toen dachten mensen, oh, dit is die ETF die we moeten beleggen, waarin we moeten investeren, want daar valt het meeste rendement te behalen. En dat moment was dus eind 2020 dat we die rendementen zagen. Ook nog in het begin van 2021 dat er heel veel mensen nog geïnteresseerd waren in uh, Ark ETF's, in Ark Invest bijvoorbeeld. Maar in februari van 2021 is ook het moment dat eigenlijk het sentiment op de beurs verandert, dat groeiaandelen niet langer meer zo populair zijn of gehyped worden. En dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Maar het zorgt er wel voor dat juist ook de waardering van heel veel van deze aandelen... of niet de waardering, de koersen van heel veel van deze aandelen hard omlaag gaan. Een eerste reden daarvan is bijvoorbeeld de vaccins. Die werden in, ik geloof, begin november van 2020 een beetje aangekondigd... dat ze aan zaten te komen dat sommige bedrijven zoals uh, Pfizer bijvoorbeeld een vaccin had. En dat had natuurlijk heel erg veel positief nieuws. We zouden teruggaan misschien wel naar de oude situatie dus... Andere aandelen werden interessanter. En kijk naar bedrijven zoals CCL, Carnival Cruise Lines. Een bedrijf dat volop profiteert natuurlijk als een lockdown weggaat... omdat er een vaccin zou komen. Ja, dat aandeel verdubbelt in een maand tijd, laten we zeggen... na de aankondigingen van de eerste vaccins. Maar wat ook natuurlijk meespeelde, is dat de zomer er weer aan zat te komen. Of in ieder geval eerst de lente nog. Maar in ieder geval het goede weer zat er aan te komen. En we wisten inmiddels wel dat juist uh, een coronavirus... En ja, net zoals in de verkoudheid, eigenlijk vooral in de winter de meeste impact heeft, en in de zomer een stuk minder. Dan zijn we veel meer buiten, en dan zijn de temperaturen hoger en heeft het coronavirus dus niet zoveel impact. Dus ook dat zag er eigenlijk beter uit. En omdat dat er natuurlijk beter uitziet, gaan we ook om die reden terug naar vaak de zeg maar, traditionele aandelen. Dus niet zozeer de aandelen zoals Zoom van het videobellen, maar misschien juist weer aandelen zoals Heineken, als AB InBev, omdat we misschien weer meer. In festival gaan houden of op het terras gaan zitten. Maar wat ook heel belangrijk was, was de inflatie op dat moment. Uh, we hadden eigenlijk vanaf ja, februari konden we in principe een jaar terug gaan kijken. Was het inmiddels een jaar geleden dat het coronavirus al was. Dus we konden gaan vergelijken. En we hadden natuurlijk te maken met heel veel uh, prijsstijgingen. De inflatie nam toe. Kosten uh, namen toe. Kijk naar de schaarste rondom um, computerchips. Uh, die werden overal gebruikt. Containers werden er ja, eigenlijk een schaarste van. En juist door die schaarste gingen natuurlijk ook de prijzen daarvan omhoog. Kijk naar het, uh, de transportkosten van een container van China naar Europa. Die waren niet langer 1500 tot 2000 dollar, maar waren in één keer tien keer zo duur geworden. En als dat heel duur wordt, te transport, dan komt dat eigenlijk overal in terug in elk product dat je koopt. Maar je zag het ook natuurlijk heel duidelijk bij de huizenprijzen. Huizenprijzen schoten omhoog mensen. Gingen misschien op zoek naar een nieuw huis vanwege de lage rente. Of misschien omdat ze dachten, we blijven thuiswerken in de toekomst. Dus ik wil extra ruimte om dat ook te kunnen doen. Dus de vraag naar huizen steeg. En daardoor ook de, de prijzen van huizen. En dat was niet alleen in Nederland, dat was eigenlijk in heel Europa. En eigenlijk juist bij een stijgende inflatie. dan worden juist de groeiaandelen als harse getroffen. Dit komt omdat. De winsten van deze bedrijven, van deze aandelen, het vers in de toekomst liggen. En als een, ja, een hogere inflatie, dan worden die winsten in de toekomst minder waard. Dus daardoor zakken ook de, de, de koersen, de, de, ja, wat mensen bereid zijn ook om een aandeel van een groeiaandeel te kopen. Ja, dat daalt dan, dus het sentiment draait helemaal om. En wat je natuurlijk ook hebt, is weer datzelfde kuddegedrag van die beleggers. Zoals ja, mensen heel snel zijn ingestapt in de ETF's van ARK. zo snel gingen ze ook weer uitstappen uit deze ETF's. En kijken we hier dan weer naar uh, de RK ETF, dan zien we hier uh, ja, eind 2019 nog. We stijgen tot ongeveer februari 2020. Dan daalt het, net zoals de hele, alle indexen, alle aandelen gingen hard onderuit. Maar daarna zien we het in 2020 uiteindelijk wel hard stijgen van dus zeg maar misschien 32, 34 aan de onderkant tot uiteindelijk hier um, zo rond de 125 aan het einde van 2021. Ook de eerste maanden van 2021 gaat het nog heel goed en bereiken we een piek van ongeveer, laten we zeggen, 155 dollar. Maar na de rand gaat het een stukken minder. En eigenlijk sinds november. Dat de centrale bank ook wel aankondigen van ja, we hebben hoge inflatie, we gaan rentes verhogen, worden groeiaandelen nog harder getroffen. En zien we de koersen dus nog harder onderuit gaan. Maar ook natuurlijk hoe meer mensen uitstappen uit deze ETF. Ja, hoe minder aantrekkelijk hij wordt en hoe harder ook de koers zal gaan dalen en dat zijn ook de momenten dat er heel veel uh, nieuwsberichten komen met heel veel sensatie van Ark Invest verkoopt zoveel procent van hun Tesla aandelen bijvoorbeeld uh, maar dat is eigenlijk heel erg logisch stijgt een koers van bijvoorbeeld Tesla dan verkopen ze aandelen omdat juist de positie die ze hebben in Tesla te groot wordt hun eigen regels zijn zo dat een Aandeel een maximaal 10% van hun portefeuille uit mag maken. Dus als Tesla dan in koers verdubbelt, moeten ze, ze wel verkopen. Omdat Tesla meer dan die 10% van de portefeuille uit gaat maken. Terwijl juist aan de andere kant, op het moment dat de koersen allemaal gaan dalen, mensen juist hun uh, Arc e Invest ETF's gaan verkopen dan moeten zij dus mensen geld terug gaan geven uh, of in ieder geval komt er minder belegd vermogen in de fondsen en kunnen ze dus eigenlijk ook minder aandelen aanhouden of kopen en moeten ze dus automatisch ook wel bepaalde posities die ze hebben gaan verkleinen en dus aandelen gaan verkopen en dan wissel ik even van microfoon want de buren zijn nog bezig met carnaval en dan gaan we kijken naar wat we hier vooral van kunnen leren want Ark Invest is zoals gezegd uh, daar kunnen we heel veel van leren omdat juist hun onderzoek heel erg openbaar is uh, je kunt gaan kijken wat ze onderzoeken, op welke manier ze het onderzoeken. En je hoeft het dan misschien niet eens te zijn met de uitkomsten van hun onderzoek, um, of hun mening, of welke aandelen ze kopen. Maar ik denk dat juist iedere belegger die zelf ook aandelen gaat kopen, juist wel heel veel kan leren door te kijken naar hoe ze iets onderzoeken. En dat je misschien juist daarvan jezelf ook iets van kunt leren, zoals eigenlijk ja, je eigen onderzoek. ...ook beter wordt, waardoor je betere beleggingen kunt doen voor de toekomst. En ik denk dan het eerste punt wat we echt hiervan kunnen leren... ...is dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Um, ja, zoals eerder al gezegd, mensen zijn eigenlijk kuddedieren. Uh, beleggers zijn aan de ene kant ook echt schapen... ...want heel veel beleggers gaan doen wat de, de meeste mensen doen... ...wat de massa doet of wat de rendementen uit het verleden zijn geweest. Dus als vorig jaar veel rendement is behaald in een arc ETF... ...dan stappen mensen daar vooral in dat dat juist misschien juist een reden moet zijn om juist niet daarin te investeren. Je moet vooral uh, heel goed onderzoek doen en misschien ook juist wel anders durven denken. Dat als iedereen links afgaat, jij misschien wel juist rechts afgaat en dan kijkt iedereen je aan, verklaart je voor gek, maar dat kan misschien wel eens ooit de beste keuze zijn. Een tweede punt dat we hiervan kunnen leren is dat het onderzoek doen naar een aandeel en een waardering maken voor een aandeel heel erg belangrijk is en eigenlijk ook belangrijk op twee punten. Voordat je het aandeel koopt, maar ook als je eenmaal het aandeel bezit, want natuurlijk van tevoren wil je een onderzoek doen voordat je instapt en een waardering maken om te kijken of het moment van de instap de koers of het dan interessant is. Maar als je het eenmaal hebt, moet je ook goed gaan kijken ja, wat er moet gebeuren, welk prijspunt, welke koers het aan moet tikken of wat er eventueel moet veranderen voor jou om te zeggen van nu is het moment om het aandeel ook vooral te gaan verkopen. Kijk naar mijzelf bijvoorbeeld, um, ik had eerst 175 aandelen Tesla. Ik heb er uiteindelijk 25 verkocht bij 1140 dollar, 50 stuks nog een keer bij 1000 dollar, en dat op het moment dat juist het heel erg goed ging met de koers, heel erg goed ging met het bedrijf ook wel, maar dat was juist voor mij een moment om te gaan kijken. Wat vind ik het nou echt waard? Wat is een logische waardering? En ik vond dat het op dat moment overgewaardeerd was. Ik heb niet al mijn aandelen verkocht, ongeveer de helft bijna. Maar het was wel een moment voor mij om winst te nemen. Juist omdat het, ja, de emotie ging heel erg een rol spelen bij die koers. En daar wilde ik eigenlijk van profiteren. En wil je nou onderzoek gaan doen naar een aandeel? Wil je een waardering maken? Dan heb ik ook een website gemaakt: beleggertools.nl. En daar kun je heel snel uh, bijvoorbeeld de checklist bekijken om een goed beeld te krijgen van een aandeel. Bijvoorbeeld van. Tesla hoe het scoort op verschillende punten, zodat je ook kijk, kunt kijken van waar moet ik eventueel nog extra onderzoek naar gaan doen. Wat ook heel interessant is, is vooral om zelf een waardering te maken op basis van jouw eigen verwachtingen. En wat dan een goede koers zou zijn om het nu te kopen als je ook een ge bepaald gewenst rendement per jaar wilt behalen. En een laatste heel belangrijke punt wat we kunnen leren uh, van de daling ook bij ARK ETF's, dat we juist dat je emotie niet moet onderschatten. Ik heb het al vaker gezegd, emotie is misschien wel je grootste vijand. En je grootste vijand ben je dan in principe zelf, want het is jouw emotie. En als je gaat kijken om juist mee te gaan met wat de hele markt doet, ook dat is een vorm van emotie als jij gaat kijken naar rendement uit het verleden en je ziet daar een stijging en je denkt oh dat gaat eindeloos zo doorstijgen ja dat is natuurlijk niet het geval dus als je dan wel gaat kopen omdat je bang bent dat je anders eventueel een rendement gaat missen dan is dat ook een vorm van emotie en waar het dan eigenlijk weer op neerkomt is dat voor heel veel beleggers en zeker voor beginnende beleggers saai beleggen zeg maar in breed gespreide ETF's voor de lange termijn waarschijnlijk het beste is maar ja dat is ook misschien wel het meest saaie, niet het leukste. En mensen zoeken denk ik, behalve snel rendement maken... Ja, willen ze ook wel een beetje actief ermee bezig zijn... omdat ze het altijd denken beter te weten dan de markt. Maar dat waren eigenlijk de punten die ik vooral wilde uitlichten... van wat we hiervan kunnen leren. Maar laat ook vooral weten wat jij eventueel geleerd hebt als je arc ETF's had... Of je bepaalde aandelen had die ook de laatste jaren in principe gehalveerd zijn of misschien wel meer. En laat het al vooral weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.